praat vandaag met hoofdkwartiercommissaris, de heer Van Dillenburg. Bij... Wat voor dag is het vandaag? Baden Powelldag. Wat betekent of houdt deze dag in voor de padvinder? Nou, Baden Powell is de stichter van de padvinderij. En het past dus dat je op zijn jaardag, herdenken van zijn jaardag, je die dag viert. Ja. Dat is het. Ja, wat zei u over hier? Ja, Baden Powell is de stichter van de padvinderij. En vandaag is zijn jaardag. Vandaag is zijn jaardag. Wie was Baden Powell? De stichter van de padvinderij. Hij was een officier in het Engels leger. Dus het padvinderij... Vandaag zou hij 150 jaar oud zijn als hij in het leger. En Baden Powell, dus de padvinderij is dus vloeit dus voor uit het Engels leger, als ik het zo mag zeggen. Nou, niet uit het Engels leger. Het vloeit voor uit de officier van het Engels leger. Ja? Hij was officier in het Engels leger in Afrika. En ze waren daar bezig met oorlogsvoering. En hij kwam tot de ontdekking dus dat die militairen eigenlijk heel weinig kennis hadden van zaken. Toen heeft hij een boek geschreven voor de militairen om die militairen een aantal aanwijzingen te geven. Ja. Maar wat bleek, in plaats van dat die militairen dat boek lazen, lazen jongens dat boek. En zo is het tot het idee gekomen om met de padvinderij te beginnen. En toen heeft hij het boek geschreven Scouting voor boys, verkennen voor jongens. En daarmee is het spel van verkennen begonnen in het jaar 1907. 1 augustus 1907. Dus 1 augustus van dit jaar is precies 100 jaar dat de padvinderij bestaat. Vandaar dat er in Engeland een jamboree wordt gehouden, een wereldjamboree. En Suriname doet daar ook mee? Ja, we gaan er naartoe en we hopen dat de Surinaamse bevolking ons ondersteunt, zodat we er naartoe kunnen gaan, want het kost een heleboel geld. Succes! Dank u wel. Bedankt. Prettige dag verder ook voor u.